Wat grabbers zijn, weten we het niet, want wij zijn jumpers. Ja. Blijven gaan, hè. Ja, wij zijn gabbers en ja, wij hakken graag en thuis om even te oefenen zo voor de hardcore vijven. Gabbers, dat betekent vrienden. Allee, komt van een gabi of zoiets en dat betekent vrienden. Als we dus elkaar tegenkomen, we willen een speciale groet, de gabbergroet. Wij gabbers hebben ook een speciale woord gebruikt, zoals bijvoorbeeld gabberinneke of een reefdijf. Dat is een vrouwelijke gabber. Heb je ook nog een zwabber? Een zwabber is iemand die denkt dat hem gabber is, maar die eigenlijk totaal niks af weet van de gabber of van de muziek of de kledij ofzo. Die gewoon meeloopt eigenlijk. Tijdens het hakken dan doen we meestal zo of ooit. Als je aan het hakken bent, dan pakken we aan Taas hoofd vast gewoon voor een nozel te doen en een nozel bij te trekken. De hardcore, die beat, ik voel die in mijn hart gewoon hard bonden en daardoor kan ik niet blijven stilstaan en moet ik gewoon alles geven. Het is op alles mee als vriendin, het is daarmee dat we op internet een nieuw lief zoeken. Dan kun je van 0 tot 10 punten geven op haar foto. Als een leger is, kun je een 0 geven en als je die heel schoon vindt, dan kun je een 10 geven. Hola. Ja. Een school lichaam, joh. Ja. Niet te dik en niet te smal. Juist goed, hè? Ja. Ziet er goed. Nou, we denken wel een dikke 10. Interesses, humor en schoonheid. Shopping, niet kostenvol. Schoon foto's, amai, dat zal wel zijn. Die woont er water, hè? Hulkenberg, wow, dat vond ik mij zo'n Vlaams-Brabant. Oh, wel toch. Dat moet een vlugheid moeten. Ja, ik heb ondertussen lief gevonden, ja. Dus, een meisje van Overijzen. Zij is ook een reefdief. En dat is wel leuk om alle twee dezelfde hobby te hebben.